Hallo allemaal, welkom bij de online PDS Infodag. Leuk dat jullie allemaal meekijken. Naast mij, zoals je ziet, zit professor Dr. Erik Klaassen. Die gaat zo'n hele interessante lezing geven over balans in ons darmecosysteem. Tijdens de lezing kun je vragen stellen via de chat aan de rechterkant van het scherm. Die vragen die zijn anoniem, dat betekent alleen jijzelf en dokter Klaas en ik kunnen die zien. Dus je kunt alle vragen stellen die je wilt. Ik heb met dokter Klaas afgesproken dat als er tijdens de lezing een interessante vraag binnenkomt, ik dan even inbreek om die vraag te stellen. Dus dan geef ik nu het woord aan dokter Klaas en dan wens ik jullie allemaal heel veel plezier. Ja. Heel fijn. Ik zag dat er meer dan 500 inschrijvingen waren voor vandaag. Ik hoop dat die ook allemaal inloggen. Het is jammer dat het niet regent, want dan hebben we er misschien nog wel meer. Mijn naam is Erik Klaassen. Het is ontzettend jammer dat we het op een online basis moeten doen. Dat is niet anders op dit moment. Maar het is toch veel leuker om het live te doen in de zaal. Mocht u de plaatjes van de presentatie willen hebben, er is een PDF bij de organisatoren. Mocht u ze zelf ooit willen presenteren, dan kunnen we dat met WeTransfer ook leveren. Ik heb ze gemaakt om gebruikt te worden. Ik heb een conflict of interest, want ik hoop natuurlijk dat iedereen mijn boek, wat net uit is, koopt gezond naar 115. Dus ik ga vandaag nog een paar dingen uit het boek vertellen. Maar anders dan dat hoop ik dat u vooral veel nieuwe dingen leert. Mijn echte vak is ondernemen. Ik ben een professor, weliswaar voor het leven benoemd, sinds 26 jaar geleden alweer. Professor in ondernemerschap. En mijn echte vak is eigenlijk de virologie. Een aantal bedrijven in virologie. U snapt dat wij het heel druk hebben nu met COVID-19. Maar ook academisch publiceren wij heel veel. En we waren denk ik een van de weinige groepen, als niet de enige in Nederland, die al een belangrijke artikelen klaar hadden liggen voordat de pandemie kwam. En tot januari werden wij steeds verdoemdenkers uitgemaakt en onheilsprofeten. Helaas hebben we gelijk gekregen en helaas is de overdracht van virussen van mens naar dier en van dier naar mens nog steeds een van de grootste problemen in een moderniserende maatschappij. We gaan het vandaag allemaal niet over hebben, want het heeft ook niks met PDS te maken. Vandaag gaan we het over hebben over hoe dan onze darm helpt om ons te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Ik ben nu 63 jaar oud, ik ben van 1957 en ik werk al sinds 1980 aan de immunologie van slijmvliezen van de darm. Onze eerste publicatie op dit gebied was in 1990, dus nu 30 jaar geleden. En onze laatste publicatie op dit gebied, die was van vorig jaar. En dat is het boek Microbiota in gezondheid en ziekte, wat met name gaat over de darmbacteriën tijdens de zwangerschap en in het vroege jonge kind. Daarnaast hebben we zo'n kleine 31 of 32 promovendi, dus mensen die bij mij hun dokterstitel hebben opgeleid. In dit veld. Dus alles wat ik vandaag vertel is natuurlijk niet alleen mijn eigen bijdrage, maar daar zijn natuurlijk heel veel andere mensen ook bij betrokken. Ik ben een beetje allergisch en heb wat stof gewerkt vanochtend. Hi, sorry dat ik even inbreek bij jou. Ja. Maar jouw webcam blokkeert de linkerbovenkant van de PowerPoint, dus dat is niet goed te zien. Dus je kunt ook instellen dat die rechtsonder te zien is. Dan is dat misschien beter. Ik zal dat even instellen. Misschien, ik heb het nu al ingesteld. Dus ik hoop dat dat rechtsonder dat dan beter te zien is. We kunnen hem ook uitzetten. Zo knap ben ik ook weer niet.
Ja, nou dan kun je weer verder. Sorry voor het onderbreken. Ja, als ik hem uit moet zetten, doe ik dat ook. Dus dan onderbreken is geen probleem. Gaat het zo beter? Ja, zo gaat het hartstikke goed. Nou, waar we het vandaag over gaan hebben, is natuurlijk uiteindelijk ook de monitor te zien in wat eruit komt. Dat is de poep. En dat doen we aan de hand van de Bristol Stool Chart. Dus heel veel van de studies die ik laat zien, die zijn aan de hand van de Bristol Stool Chart. En daar moet ik even wat over uitleggen. En sowieso even wat uitleggen over hoeveel studies er gedaan zijn die eigenlijk verkeerd begonnen zijn. Er zijn 7 typen poep. En dat wil zeggen dat je ze hebt van heel hard. Dus dat zijn die keutels die plonk doen in de wc tot ongelooflijk vloeibaar. En toch is het zo dat het kan zijn dat je je hele leven lang een van deze types hebt. En dat je dus ook je daar prima bij voelt. Nou zit u vandaag in de call, waarschijnlijk omdat u PDS heeft. Of een familielid met PDS heeft. Dus dat zal u niet opgaan. Maar waar heel veel studies hebben altijd geprobeerd om in dat groene gebied, de type 4, te komen. Dus om patiënten en cliënten in een gewenst type poep te duwen. In de studies die wij gedaan hebben in de afgelopen 10 jaar, hebben we juist eerst gevraagd aan mensen, wat heeft u al uw hele leven lang, ervan uitgaande dat ze zich daar wel goed bij voelden. En dan probeerden we met de interventie de mensen weer terug te krijgen naar het type waar ze in zaten. Zelf heb ik altijd al type 6 gehad, dat doet er niet zoveel toe, maar het is toch goed om het even te zeggen. En daar voel ik me echt prima bij. U snapt ook dat er ook maar niks hoeft te gebeuren qua eten. En dan zit ik in type 7, maar dat is verder geen probleem. Dus alleen de hele ernstige diarree, waar sommigen van u last van hebben, de ernstige verstopping, of de ernstige verstoppingsdiarree, waarbij de diarree naast de verstopping naar beneden loopt, dat zijn ongewenste zaken. Maar het hoeft dus niet zo te zijn dat je alles terugduwt naar een type 4. En waarom zeg ik dat? Omdat heel veel van de wetenschappelijke studies die gedaan zijn, dat wel geprobeerd hebben. En daardoor kwam er niet altijd een, wat we noemen, significant resultaat uit. En we proberen ook dat om dat te veranderen. Nou, de poep bestaat voor een heel groot gedeelte uit bacteriën, parasieten, virussen en ook lichaams-eigen cellen. Gisten ook en schimmels. En nogmaals ook veel lichaams-eigen epiteelcellen. Dus de poep is niet alleen voeding die overblijft, de vezels, maar ook een levend geheel. En dat levend geheel, dat noemen we het microbiome. Het is super complex en dit plaatje is ook alleen maar om te laten zien dat het super complex is. Het is enorm divers en als een regel kan je zeggen meer dan de helft, hè, zeg maar de helft van de bacteriën in onze poep is gewoon onbekend. Dus niet alleen qua functie onbekend, dat staat hier ook al, dat ongeveer 40% die qua functie onbekend is. Maar ook zelfs qua stamniveau of zelfs op speciesniveau, dat we niet eens weten wat het is. Dat lijkt schokkend, maar het is een beetje zoals het heelal, hè, natuurlijk Jules Deelder, de nachtburgemeester van Rotterdam, altijd zei, is het heelal is hoe beter je kijkt, hoe groter het lijkt. En dat is ook zo voor het humane microbioom. Daar kijken we steeds beter naar en we leren eigenlijk elke dag leren we wat bij. Maar er is ook nog zeker de helft onbekend. Nou, ik ga vandaag proberen om te laten zien dat de helft die onbekend is, dat ook heel snel nu opgelost wordt, maar ook dat kansen gaat bieden. Zeker ook voor PDS. Nou, hoe zit dat dan? In een stukje wat we vorig jaar hebben gepubliceerd, ik zal dat ook naar de PDS-stichting sturen, dan kunt u dat eventueel op de site een keer opzoeken. Want het is in het Nederlands, dus dat doen we eigenlijk nooit. In een stukje wat we vorig jaar hebben gepubliceerd, kun je even laten zien dat je eigenlijk de darmbacteriën in 3 groepen kunt verdelen. 1 groep, waaronder de Faecalibacterium praevisi, de melkzuurbacteriën, lactobacilli, melkzuurbacteriën, en de bifidobacteriën. Deze zijn eigenlijk altijd gunstig voor je. Die zijn altijd gewenst in je darm.
Er is ook een groep, zoals de staphylococcus en de clostridia, die altijd schadelijk zijn. Die heb je wel altijd bij je, maar gelukkig in zulke kleine getallen dat geen probleem is. En de grootste groep bacteriën in je darm, waaronder ook de Escherichia coli bijvoorbeeld, en de Bacteroides, die grootste groep, dat zijn de opportunisten. Nou, opportunisten, de naam zegt het al, dat zijn de bacteriën die als de omstandigheden wijzigen, u wel ziek kunnen maken. En binnen de goede omstandigheden doen ze dat niet. Kunnen ze dat niet, doen ze dat niet, dat weten we niet. Is dat belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. Want in je darmen, in je microbioom, zitten op zijn minst 4 keer zoveel, en sommige mensen zeggen 10 keer zoveel bacteriën, als dat je lichaamcellen hebt. Dus er leven ongeveer 100.000 miljard levende organismen in je darm. En dat is in een gezonde volwassene ongeveer 1,5 kilogram. Bovendien hebben al die bacteriën, al die verschillende bacteriën, hebben ook allemaal verschillende DNA-opmaak. Dus de totale hoeveelheid verschillend DNA in je darm, dus niet de hoeveelheid DNA, maar verschillend DNA, is meer dan 100 keer dan wat we als mens hebben. Dus in feite ligt er nog een heel onontdekte mogelijkheid als we die bacteriën aan of uit kunnen zetten, specifiek, dan zou dat kunnen betekenen dat we met die DNA, met dat DNA in darm mensen beter kunnen maken of, zoals de sceptici zeggen, ziek kunnen maken natuurlijk. Het zal u ook deugd doen dat het aan- en uitzetten van genen dit jaar met CRISPR-Cas de Nobelprijs voor scheikunde heeft gekregen. Dus dat is ook weer fantastisch nieuws, want dat zal het veld zeker heel erg helpen. Nou, waar zit dat dan? Hoe werkt dat dan? En hoe begint dat dan? Nou, als kinderen geboren zijn, dan zijn ze eigenlijk uit die relatief steriele omgeving van de baarmoeder, komen ze in een wereld vol met bacteriën. En bij de meeste kinderen is dat prima, geeft dat niks. Want de meeste kinderen hebben maternale immuniteit, dus de bescherming via de moeder voor alle bekende huishoudbacteriën. Als er natuurlijk ineens een hele vreemde nieuwe bacterie voorbij komt, uit een vreemd land of uit een vreemd voedingsproduct, dan hebben kinderen wel een probleem. Dus kinderen die geboren worden, moeten heel snel dat microbioom, dus die bacteriën in hun darm, ontwikkelen om te zorgen dat hen dat helpt beschermen. En dit lijkt een complex plaatje, maar u hoeft daar alleen maar naar te kijken. Als het simpel is, dan zeggen we, nou, dit is als je geboren wordt. En naar 100 toe zie je, hè, naar rechts toe in de grafiekjes, zie je als je 100 jaar oud bent, en dan ziet u dat sommige bacteriën, in dit geval bijvoorbeeld de Bacteroides in rood, die lopen op. Nou, even terug heb ik u verteld dat Bacteroides, dat dat een slechte bacterie is, hè, die is een opportunist, had ik al verteld. En u ziet dus dat als u ouder wordt, dan aan die rode balkjes, dat u meer Bacteroides krijgt. En minder van die goede bacteriën, zoals bijvoorbeeld de lichtgroene balkjes in het midden, de bifidobacteriën, die nemen af met je leeftijd. Dus je ziet ook dat dat microbioom in je leeftijd eerst ontwikkeld moet worden en daarna helaas ook weer verloren gaat. En dat verloren gaan op latere leeftijd heeft vooral heel veel met voeding te maken. Nou, dat zou dus ook willen zeggen dat een keizersnede niet echt fijn is, want dat kind heeft dus heel snel al die goede bacteriën van mama nodig. En dat krijgt hij ook bij een vaginale bevalling, waarbij er ook een hele hoop, wat noemen we, fecoorale besmetting plaatsvindt. Dus er komt een stukje poep van de moeder bij het kind terecht. Gelukkig is het zo dat die achterstand van kinderen met een keizersnee, dat die relatief snel ingelopen wordt. En een half jaar later zie je daar niks meer van. Helaas is het wel zo dat er heel veel slechte bacteriën bij keizersnede kindjes vaker voorkomen dan bij baarmoederbevallingen. Dus ze hebben wel een achterstand. Daar kom ik straks nog even op terug. Want dat wil zeggen dat als er slechte bacteriën zitten bij een keizersnee, dat het kind waarschijnlijk meer kans heeft om antibiotica blootgesteld te worden. En dat is dus eigenlijk en feitelijk ongewenst om jonge kinderen veel antibiotica te geven. Daar komen we nog even op terug. Nogmaals,
Als er vragen zijn, kunt u die via de chat stellen. En dan zal Gonneke die aan mij stellen. Dus schroomt u niet om een vraag te stellen. Nou, zijn dan al die bacteriën gelijk... Ik pas even in, want er is inderdaad al één vraag gesteld. En misschien kom je daar straks nog op terug. Maar iemand vraagt, die heeft heel erg veel last van gasvorming in de darm. Wordt daar 's nachts van wakker en vraagt zich af wat u daar aan kan doen. Of u dat weet. Ja, wat ik graag tijdens de presentatie de vragen heb om de presentatie duidelijker te maken. Hè? Dus, dan, dus als iets niet duidelijk is, dat ik dan een vraag krijg, zodat ik hem nog een keer kan uitleggen. Ja. Algemene vragen, die komen of in de presentatie terug. Dus dan moet die mevrouw of meneer even geduld hebben. Of we doen het even aan het eind. Want anders dan kom ik nooit, als ik nu alle vragen ga beantwoorden, kom ik niet door de presentatie en nog niet een beetje. Dat heeft op zich niks, maar dat is voor sommige anderen die daar geen last van hebben, dan wel lastig. Voor mij maakt het niet uit. Ja. Mijn voorstel is alleen verduidelijken. Dan breek ik in en anders wachten we even tot het einde. Ja, ja. En ik heb tijd genoeg, dus het kan aan het eind ook gerust. Dat is geen enkel probleem. Nou, wat ik wilde zeggen is dat als je dus van mond, van je brein, van je mond, via je maag, via je darmen naar je kont gaat, dan is het niet zo dat die 1,5 kilo bacteriën gelijkmatig verdeeld is. Wat belangrijk is om te realiseren is dat er in je mond ongeveer 100.000 tot 10 miljoen bacteriën per milliliter speeksel zitten. In je maag, toen ik begon met studeren in 1977, moesten wij nog leren dat de maag steriel was. Nou, inmiddels is natuurlijk ook daarvoor een Nobelprijs gegeven voor Helicobacter pylori. En weten we dat er ook in je maag goede bacteriën zitten. Dus niet alleen die Helicobacter pylori, maar ook lactobacillen en andere gunstige bacteriën. Tot wel 1000 bacteriën per milliliter maagzuur. En maagzuur, dat is super zwaar zuur. Dat lijkt een beetje op accuzuur. En toch kunnen bacteriën in die maag, in een lege maag, overleven. En dat is belangrijk, omdat ook de maag wordt dus mede beschermd door goede bacteriën. Niet alleen door het maagzuur. Nou, verder zie je dat in de dunne darm het een beetje varieert, waar je kijkt in de dunne darm. En dat varieert een beetje van 1000 bacteriën per milliliter in de dunne darm tot ongeveer 10 miljoen. En dat varieert. Maar dat wil dus zeggen, als je een product zou nemen met probiotische bacteriën van bijvoorbeeld 5 miljard bacteriën. En je ziet dat in een normale dunne darm eigenlijk maar 10 miljoen in zitten per milliliter. Dan gaat die 5 miljard in de dunne darm ook qua hoeveelheid, kwantitatief noemen we dat, wat doen. In de dikke darm is dat heel anders. In de dikke darm zitten de bacteriën tussen ongeveer 1 miljard en 100 miljard per milliliter of per gram poep. Dus dat is zoveel dat als je wat probiotica zou nemen, laten we zeggen ook weer 5 miljard kiemen, dan heeft dat hooguit een effect op de functie van de dikke darm, een functioneel of kwalitatief effect, maar niet door de hoeveelheid van de probiotica, dus niet een kwantitatief effect. Dat is belangrijk om te weten. Ik breng nu even in, dokter Klaassen, want er is nu een vraag van iemand die wel over de presentatie gaat. Zij zegt, ik mis in het verhaal de lactosporen bacillus coagulans. Is het aan te raden deze aan te vullen? Wat is daarover te vertellen? Ja, dat is een hele goede vraag. En daar heb ik ook op zich op dit moment zeker geen antwoord op. Ik probeer straks in het verhaal even aan te geven wat bekend is, wat werkt qua stammen en bacteriën. Dus ik zal wat namen noemen straks. Daar zit deze niet bij. En ik ga alleen wat vertellen over die bacteriën waar significante medisch gevalideerde klinische resultaten mee zijn gehaald. En ik ga dus niet alle producten beschrijven, zeker niet de producten waar geen klinisch onderzoek mee gedaan is. Dus ik ga geen producten beschrijven waar geen klinische resultaten achter zitten. Dus u zult zeker wat namen gaan missen.
Omdat wij vanuit onze wetenschappelijke achtergrond altijd kijken naar wat is er bewezen. En minder kijken naar wat werkt er van een patiënt tot patiënt basis. Dat is meer iets voor de behandelaars zelf. Dus het verhaal van vandaag gaat eigenlijk vooral over het brede veld. Dus ik kan daar helaas niks over zeggen, want dat weet ik gewoon niet. Maar ik wil wel proberen om uit te leggen hoe dat soort bacteriën werken, ook de bacteriën die ik niet ga bespreken. En het werkingsmechanisme, de mode of action, het werkingsmechanisme, is gebaseerd op een aantal aannames. De eerste is dat de darm is heel erg groot. De darmvlokken, of de villi, die zorgen ervoor dat er oppervlaktevergroting plaatsvindt in de darm, zodat voedsel makkelijker opgenomen kan worden. Een grote oppervlakte is. En als je de darm zou uitspreiden naar zijn werkelijke oppervlakte, dan kom je uit op ongeveer 300 vierkante meter. Dat is een half voetbalveld groot. Terwijl het immunologische oppervlakte, dat oppervlakte in de darm wat beschermt, zeg maar, van de buitenwereld, dat is niet veel groter dan een A4'tje. Dus dat oppervlakte is niet overal beschermd. Dat is wel zo als het immuunsysteem in de war raakt, bijvoorbeeld bij de ziekte van Crohn, dan zie je dat de darm ontstoken raakt. En ontsteking wil alleen maar zeggen dat er heel veel immuuncellen in de darm komen. En dan komt dus zowel de voedselopname in gevaar, want je oppervlakte wat voedsel op kan nemen wordt kleiner, want je oppervlakte wordt ingenomen door cellen die een afweerrespons hebben, geven. En dat is dus ongewenst. Dus eigenlijk is het zo dat het in je darm ongewenst is om een afweerrespons te hebben. Want we noemen dat dan ook bijvoorbeeld ziekte van Crohn of een voedselallergie. En dat is ongewenst. En als je dan gaat kijken naar een dwarsdoorsnede van je darm, en als die ontstoken is, dan moet je zien dat de binnenkant van de darm, is in feite de buitenkant van het lichaam. Want de darm zelf heeft een eenlagige epiteelcellaag die ons van de buitenwereld scheidt. Die tunnel van je darm, die wordt ook wel vergeleken met bijvoorbeeld een bus of een trein. Ik heb hier een foto van de Japanse metro in Tokio, waar onze gastvrouw van vandaag binnenkort naar gaat verhuizen, heb ik gehoord. En in de metro van Tokio, daar zie je dus allemaal van die goede bacteriën staan. Ik hoop dat u dat goed kunt zien. En wat u ook ziet, is dat de bacteriën zich vasthouden aan de wand van de darm. En dat noemen we met de receptor-ligand interactie, is niet zo interessant. Maar wat belangrijk is, is dat in een gezonde darm in feite dus de bacteriën zich vasthouden aan de binnenkant van de darm, omdat anders ze met de diarree of met de poep eruit gespoeld zouden worden. Nou, als er ook slechte bacteriën zijn, zoals dit is duidelijk een slechte bacterie, dan is het een kwestie van balans tussen de goede bacteriën en de slechte bacteriën, of er sprake is van een gevaarlijke situatie of niet. Dus één slechte bacterie op 100 goede is geen probleem, maar 100 slechte op 1 is wel een probleem. Na antibiotica ziet die metro in Tokio er ineens heel anders uit, want na de antibiotica-kuur zijn de meeste bacteriën in ieder geval tijdelijk verdwenen. En dat noemen we ook antibiotica geassocieerde diarree. Dat wil zeggen dat bijna iedereen die hoge dosis antibiotica krijgt, hoge dosis breed spectrum antibiotica, die krijgt ook daarbij diarree. Want de darm spoelt zich leeg van al die goede en slechte bacteriën. Bij het teruggroeien is het dan belangrijk dat de bacteriën die teruggroeien in de juiste mate teruggroeien. Dus als er slechte bacteriën eerst teruggroeien, dit is René Steenhorst, de gezondheidsredacteur van de Telegraaf, voor mij een goede bacterie, voor sommigen een slechte bacterie. Maar als we René even als slechte bacterie zien, dan zie je dat hij de goede weghoudt. En als we René even als goede bacterie zien, dan zie je dat hij de slechte weghoudt. Dus die balans van het teruggroeien na een antibiotica-kuur of na stress is heel erg belangrijk. En dat teruggroeien ga ik het zo meteen nog even over hebben. Dus wat hebben we geleerd? In de darm
is er een competitie voor aanhechtingsplaatsen. He, ze houden zich graag vast. Een competitie voor aanhechtingsplaatsen. Waar een goede bacterie zit, kan geen slechte zitten. Er is een competitie voor ruimte, dat ziet u ook. Als er op de metro ineens 100 slechte bacteriën opstappen, omdat de metro relatief leeg is hier, en er stappen ineens 100 slechte bacteriën op, heeft u een probleem. Dus als u een voedselvergiftiging krijgt vlak na een antibiotica-kuur, dan zou u daar veel meer last van kunnen hebben, omdat die slechte bacteriën dan beter teruggroeien. En ten laatste is er ook een competitie voor voedingsstoffen. Dus competitie voor ruimte, competitie voor voedingsstoffen en competitie voor aanhechtingsplaatsen. Die goede bacteriën onder de groepnaam melkzuurbacteriën, die produceren niet alleen melkzuur. Het zijn eigenlijk een soort bioterroristen, want ze produceren allerlei toxische stoffen, waaronder zelfs waterstofperoxide. En waterstofperoxide, zoals u weet, is niet fijn voor andere bacteriën. Of voor andere virussen of parasieten in je darm. En wat je ziet, als je goed gaat kijken, is dat melkzuurbacteriën, en denk eraan, ik kom daarop terug straks, dit zijn de bacteriën die ook yoghurt maken bijvoorbeeld, dat melkzuurbacteriën, die we al jarenlang eten en kennen, dat die niet alleen melkzuur maken, maar ook andere zuren, ook alcoholen, bijvoorbeeld waterstofperoxide maken, vetzuren maken, maar ook gevaarlijke en toxische eiwitten maken om schimmels en virussen en gisten en bacteriën onder controle te houden in je darm. Dit is heel belangrijk voor onze darm, want dit maakt dat onze darm zeg maar steeds een gezond milieu heeft met een lage zuurgraad en de verstoring van dat milieu, dat geeft heel veel problemen. Dus de darm is bevolkt met die melkzuurbacteriën vanwege de competitie voor ruimte, de competitie voor aanhechtingsplaatsen, de competitie voor voedingsstoffen en de productie van toxische stoffen die andere schadelijke bacteriën onder controle houden. De darm is de darmwand en het gezonde epithel van de darmwand is in feite een selectieve barrière tussen ons en de buitenwereld. Selectief zoals deze politiebarrière is. En dat wil zeggen dat als er een politieagent, een burger van hier doorheen wil lopen, dan gaan ze een beetje opzij en dan mag die gewoon doorlopen. Dus in de darm is dat hetzelfde. De barrière is selectief, maar de barrière herkent gevaar en geen gevaar. Dus als hier een terrorist met een wapen aankomt lopen, laat ze hem zeker niet door. En dat is in de darm ook zo. En wat er dus gebeurt in de darm tijdens veel ziekte, is dat er een lekkende, ontstoken darm optreedt. Dat komt omdat de cellen die normaal heel dicht tegen elkaar aanliggen met de zogenaamde tight junction eiwitten, dat die uit elkaar gaan en dat daardoor allerlei micro-organismen het lichaam in kunnen komen. En uiteindelijk komt er dan ook natuurlijk bloed uit de darm weer in de poep. Dat kan gebeuren door allerlei zaken, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar wat het resultaat is, is dat die hele barrière naar de ratsen meteen gaat. En dat je dus lekkage krijgt van bacteriën in je bloed en bloed in je poep. Nou, in de gezonde situatie gebeurt dat eigenlijk nooit. Maar er zijn ongelooflijk veel zaken, waaronder antibiotica er maar één is. Maar dat kunnen zijn infectie, diabetes, te weinig maagzuur. Bijvoorbeeld als u een maagzuurremmer zit, eiwitten, toxische eiwitten in je eten. Zwangerschap, stress, mechanische beschadigingen, voedselallergieën, intoleranties, etcetera. Maar ook hele erge grote sport. Hè? Dus als je een triathlon loopt, dan heb je zoveel stress in je darm dat je ook lekkende darm krijgt en ook stress in je darm induceert. En wat er dus moet gebeuren eigenlijk, is wat deze agenten doen. Dat is nog steeds een selectieve barrière. Ik vind de foto op zich überhaupt al leuk, want ik weet niet wat die mannen aan het doen zijn. Super grappig. Maar wat u ziet is dat ze een barrière aan het verstevigen zijn. En dat zijn dus die tight junction eiwitten, dus de eiwitten, die armpjes, dat zijn de eiwitten die de cellen
dichter naar elkaar toe trekken. En wat groepen uit Wageningen hebben laten zien, en dat is superbelangrijk, is dat je met melkzuurbacteriën, zoals we die vinden in bepaalde voedingsproducten of in probiotica, dat die binnen 20 minuten, dit is 20 minuten voor en 20 minuten na, dat die eiwitten, oclodine, claudine, zonuline, etc., dat die tight-junction eiwitten in hoge getallen aangemaakt kunnen worden en uw darm dus veel steviger kunnen maken. Ja, hoe gebeurt dat dan in het jonge kind? We hadden het over dat jonge kind. En mijn vriend Ivan van der Plas uit Brussel, die heeft een studie gedaan, alweer 18 jaar geleden, met hele jonge kinderen. Dus babytjes, 4 tot 12 weken oud. En waar hij naar keek, dat was in feite naar hoeveel bifidobacteriën, dus hoeveel van de gunstige melkzuurbacteriën er in die babytjes te vinden waren op het moment dat ze de studie starten, na 4 weken en na 6 weken. En wat u hier kunt zien, is dat die goede bacteriën, dat die met borstvoeding oplopen van 60% zeg maar naar ongeveer 70%. En met koemelk, en dit geldt voor alle geplacenteerde, gedomesticeerde zoogdiermelk, dus ook geitenmelk, kameelmelk, kangeroemelk, oh nee, dat is geen zoogdier. Nee. In ieder geval, koemelk en geitenmelk en kameelmelk, ziet u dat het aantal goede bacteriën in de darm van die babytjes afloopt. En wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft aan die koemelk, heeft hij toegevoegd een extract van de wortels van de witlof, sigorij, een sigorij-extract. En dan ziet u bij het sigorij-extract ziet u dat dan de GOS en de FOS, de galacto- en fructo-oligosaccharide daarin, moedermelk benaderen qua hoeveelheid gunstige bacteriën. Dus die groene lijn die schiet omhoog en ligt bijna op de moedermelk. Moedermelk is niet te vervangen. Moedermelk heeft nog veel meer gunstige stoffen, heeft ook altijd de juiste samenstelling, de juiste pH en een hele mooie verpakking. Dus daar moeten we niks aan doen aan moedermelk, maar deze studie laat wel zien dat die GOS en FOS in de moedermelk heel belangrijk is voor die kinderen. Sterker nog, als we gingen kijken naar de ziekteverwekkers in die kinderen, dan ziet u dat in die koemelkkinderen er toch 2,5% ziekteverwekkers in de poep zat. Maar in die kinderen die dat witlof, dat sigorij-extract hadden gekregen, nog geen 0,5%. Dus wat dit laat zien, is dat je het aantal goede bacteriën in je darm kunt veranderen door dit soort extracten te geven. Nou kunnen we niet allemaal verse moedermelk gaan drinken, dat gaat niet. Dus is het belangrijk, waar zat dat dan in? Nou, ik had het al genoemd. Het zat in sigorij, ofwel de witlofwortel. Dat is lastig te krijgen, maar u kunt dus met witlof eten al een heel eind komen. Maar het zit ook in knoflook, prei en ui. Nou, knoflook, prei en ui geeft vaak gasvorming. U had het daar al over in de vragen. En knoflook, prei en ui kan zeker ook in jonge kinderen en gevoelige darmen aanleiding geven tot darmkramp. Dus de andere componenten zijn in dit licht belangrijker. Sneren, artisjokken, asperges en tuinmeel zijn hele grote leveranciers van galacto- en fructo-olie. En met name artisjok en asperge zie je ook terug in een normaal Italiaans restaurant of een normaal Italiaans dieet. Het is een willekeurige foto die ik gemaakt heb in een Italiaans restaurant. En zie je dat meer dan de helft van de bijgerechten een groente uit een van dit rijtje. Wat ook opvalt, dat is wel schokkend ook, dat de borstvoeding bij de mens ruim 50 keer meer galacto- en fructo-oligosaccharide bevat dan andere zoogdiermelk. Dus de vervanging met geiten of schapen of kamelen of ezelinnen of koemelk is niet aan de orde. Dat gaat niet werken, ook niet bij de gezonde volwassenen. Daar zit gewoon simpelweg te weinig in. Dus die groentes die worden in toenemende mate heel erg belangrijk. Wij hebben geprobeerd om die prebiotische vezels, hè, dus prei en witlof, knoflook, prei, schorseneer en ui,
om daar een compleet lijstje van te maken. Wat ik zei, u kunt deze PDF, deze presentatie krijgen via de organisatoren van vandaag op de website. U kunt natuurlijk ook ons boek kopen om dat nog eens een keer in een verhaal te lezen. Er zijn dus vrij veel prebiotische producten, voedingsproducten die u daarbij kunnen helpen. Waarbij de grootste winst bovenin zit. Dus dat is wel heel erg belangrijk om te onthouden. En in dit licht zouden we dan ook willen zeggen, from Holland with love. Nou, die microbiota waar ik het over had, die kan verstoord worden. En dat noemen we dan een dysbiose. En die dysbiose van de microbiota, die wordt tegenwoordig door de WHO en de FAO gezien als een oorzaak van heel veel problemen. Ook PDS. Dus de WHO heeft duidelijk gezegd, dat ook PDS een gevolg is van een verstoorde microbiota. En daar willen we het vandaag even over hebben. Daarin bent u natuurlijk niet alleen, want er zijn dus, u ziet het aan het lijstje wat u nog eens op uw gemak terug kunt lezen. Er zijn dus vrij veel aandoeningen die komen door een verandering in de bacteriesamenstelling, in de hoeveelheid bacteriën in uw darm. Nou. De vraag is daarbij natuurlijk altijd, hoe komt dat dan? Ook dat hebben we in ons Quintessa artikel in het Nederlands nog een keer gepubliceerd. En een figuur daaruit, uit dat paper, is dit. Het komt door levensstijl, voeding, medicijngebruik, heel belangrijk. Sommige medicijnen, zoals antibiotica, maar ook antidepressiva, hebben een invloed op uw bacteriën. En natuurlijk uw genetische achtergrond, uw familie, kan dat zijn. Nou, wat belangrijk daarbij is, is dat ook als je kijkt naar antibiotica gebruik op jonge leeftijd, dat is een studie die is gedaan in meer dan 90.000 personen in landen zo verschillend als Nieuw-Zeeland, België, de Verenigde Staten en Korea, dat u kunt zien dat er een direct verband is tussen het gebruik van antibiotica en het optreden van allergieën. En dus antibiotica, dat had ik u al eerder laten zien, die maken dat je poep samenstelling anders wordt. Hè? Want in feite, de metro die wordt even tijdelijk bijna helemaal leeggeblazen door de antibiotica, want de bacteriën kunnen daar niet goed tegen. En dan de teruggroei, als die niet goed verloopt, dan brengt u het immuunsysteem, het afweersysteem in de war. En bij het in de war brengen van het afweersysteem treden er dan levenslange allergieën op. Dus het gezond houden van die darm is heel erg belangrijk. In het teruggroeien gebeurt regelmatig, zeker op latere leeftijd, dat er ongelukjes gebeuren. En een van die levensbedreigende ongelukjes is de terugkerende, in het Engels recurrent, de terugkerende Clostridium difficile infectie, de recurrent CDI. Uiteindelijk gaat iedereen die een terugkerende CDI heeft, gaat daar uiteindelijk ook aan dood. En wat de groep uit Amsterdam, belangrijk natuurlijk Max Nieuwdorp, die nog steeds veel doet aan dit veld, nog steeds op het AMC werkt. De groep uit Amsterdam was een van de eerste wereldwijd om te laten zien dat als je de darminhoud vervangt, dat dan die Clostridium difficile minder vaak en minder snel terugkomt. En ik kan u dat simpel laten zien aan een plaatje uit hun artikel, waarin je ziet dat als je een patiënt behandelt met antibiotica, dat die toch gedurende de studiepercentage, dat 7% toch weer een CDI-infectie krijgt. Dus maar 31% heeft tijdens de studieperiode geen infectie. Terwijl als je deze patiënten de poep van een darm geeft, een poeptransplantatie geeft, dan zie je dat er nog, dat er in 94% van de gevallen de patiënt geen CDI krijgt. Dus maar in 6% wel. Deze studie was zo succesvol, het resultaat van een poeptransplantatie was zo spectaculair dat de studie halverwege gestopt is door de ethische commissie en iedereen in de studie een poeptransplantatie heeft gekregen.
Nou, dit is voor Clostridium difficile, wat dus een slechte bacterie is. Maar poeptransplantaties zijn al heel erg lang bekend en worden ook al heel lang toegepast. De eerste geschreven artikelen over poeptransplantatie komen uit ongeveer de 4e eeuw. Waarin een Chinees manuscript het heeft over het drinken van de gele soep. Dus dat is nog een tip voor u. Gelukkig is de horeca op dit moment dicht. Maar als u nog iets bestelt bij de Chinezen, de afhaal Chinees, blijf weg bij de gele soep. Want dat is in feite de poeptransplantatie. Maar zonder dolle, dat gebeurde is ja dus al heel erg lang. En in sommige landen, denk even aan bijvoorbeeld Iran, het voormalige Perzië. Kauwen de moeders op een dadel tot het een beetje een papje is. En dan doen ze daar een beetje van hun eigen poep bij. En dat wordt gegeven aan de pasgeboren baby. Op die manier krijgt de pasgeboren baby meteen al in de eerste dag van zijn leven extra poepbacteriën van de moeder mee. Om zeg maar wat sneller aan deze grote wereld gewend te raken. Heel veel dieren doen dat ook. Olifanten doen dat, honden doen dat, katten doen dat. Maar dat is op dit moment minder belangrijk. Dus poeptransplantaties zijn historisch al langer bekend. Alleen de echte resultaten daarvan die komen maar heel erg langzaam binnen. Deze meneer die heeft de ziekte van Crohn en die doet dus elke 3 maanden een poeptransplantatie met poep van zijn gezonde zoon. En daarmee heeft hij zelf veel minder last van de ziekte van Crohn. Deze dia zit erin om aan te tonen dat er veel mensen zijn die dat zelf doen. En dat alleen bij de ziekte van Crohn dat je dat rectaal in kan brengen. Omdat de ziekte van Crohn met name op het laatste stuk van de dikke darm plaatsvindt. Maar heb je natuurlijk last van je dunne darm, heeft het niet zoveel zin om die poep, ook niet van je kinderen, die poep om die rectaal in te brengen. Want dat komt dan nooit bij die dunne darm. Dus je moet dat dan echt in het ziekenhuis laten doen met een sonde, zodat je de maag passeert. Of inderdaad op die Chinese manier door te drinken. En dat is afgeraden. Dus ook mensen als Max van Nieuwdorp zeggen, dat is, hoewel YouTube vol staat met dit soort filmpjes, is dat niet veilig, want je weet niet wat je binnenkrijgt aan ziekteverwekkers. Nou, in een aantal dia's die ik u nu ga laten zien, die komen van Robert-Jan Brummer uit Örebro in Zweden, van het Brein-Darm Instituut, wat Robert-Jan Brummer daar heeft. En hij zegt ook, als je naar PDS kijkt, dan zou je in feite op verschillende manieren naar PDS kunnen kijken. En een van die manieren waar hij aan werkt, is ook die poeptransplantatie. En voordat ik het laat zien, ga ik u zeggen dat de getallen daarvan in feite tegenvallen. Hij heeft een consensusrapport uitgebracht, waar ook Max van Nieuwdorp en Jos Werkeller uit de studie die ik u net liet zien, in voorkomt. En wat hij laat zien is dat een fecal matter transplantation, dus een poeptransplantatie in prikkelbare darmsyndroom, eigenlijk heel erg weinig effect heeft. Dus een hele lage niveau van bewijsvoering op effect. Terwijl er wel onder alle wetenschappers overeenstemming is dat het zou moeten werken. Dus er is wel overeenstemming, maar zo gauw je dat gaat testen in een grotere groep, dan zie je dat het niet wetenschappelijk gezien niet significant is. Dus heel plat gezegd dat het wetenschappelijk gezien niet waar is. Dit zijn de getallen die daarbij horen. Daar kunt u dat op uw gemak nog eens teruglezen. Alleen is er een verschil en dat is wat op dit moment in het nieuws is gekomen. Ik weet niet of u dat gezien heeft. Max van Nieuwdorp heeft vorige week is in het nieuws gekomen met een nieuwe studie die hij gedaan heeft. Waarbij hij kijkt naar het verschil tussen uw eigen poep teruggeven en de poep van een donor teruggeven. En wat ze nu aan het onderzoeken zijn is of het misschien beter is om je eigen poep terug te geven. Dat klinkt gek, want u zegt die heb ik toch in mijn darm. In plaats van de donorpoep terug te geven. Dus alles is nog niet verloren. En in sommige patiënten kunt u ook duidelijk effecten zien. Maar u ziet ook dat deze kleine
gemene balkjes, dat zijn de standaard deviaties, dat die allemaal overlappen en dat dus de resultaten hoopvol zijn voor die poeptransplantaties in PDS, heel hoopvol, maar duidelijk nog niet voldoende uitgewerkt om ook in de praktijk gebruikt te kunnen worden. Alle ondervraagden in deze studie, die uitgevoerd is in Zweden, maar met hulp van de Amsterdamse groep, die geven allemaal wel duidelijk aan dat de kwaliteit van leven, dat die beter wordt. En dat is wel heel erg belangrijk. Dus de kwaliteit van leven na poeptransplantatie wordt door iedereen als beter gezien. Dit onderzoek loopt op dit moment met grote stappen. Dus in de komende tijd hopen we ook dat er duidelijkere namen van bacteriën uit gaan komen die daarbij betrokken zijn. Dus niet de totale poep, maar de namen van de bacteriën. Dat wil ik u even laten zien aan de hand van twee artikelen die wij zelf geschreven hebben in 2018 en 2019. Waarbij we hebben gezegd, nou, er is een verband tussen gezondheid en de aantal verschillende bacteriën in je darm. En je zou dus af moeten van die poeptransplantatie, want die werkt dus niet goed. En daar zitten ook natuurlijk allerlei ziekteverwekkers in die we niet kennen. En je wil dus eigenlijk naar, als ik het mag zeggen, een synthetische poep toe, hè? Dus een analoog van de poep van de fecale transplantatie. Nou, die synthetische poep, daar kun je aan gaan rekenen, hebben we ook gedaan. En dit is allemaal complex, maar ook simpel, want wat we hier laten zien is dat je functioneel een effect kunt krijgen met namaakpoep. Als je daar zo weinig als 6, 7 of 8 verschillende andere bacteriën in hebt. Nou, dat is natuurlijk heel anders dan de duizenden verschillende bacteriën die we in onze poep hebben. Plus dat dit super veilig is, omdat als je 6, 7 of 8 bacteriën in een mengseltje doet, dan zitten daar geen ziekteverwekkers bij, want je maakt ze op een gestandardiseerde en veilige manier. En dat wil dus zeggen dat theoretisch er een synthetische poep zou moeten gemaakt kunnen worden met ongeveer 8, 9 of 10 bacteriën daarin. En die producten die worden op dit moment breed getest en breed ontwikkeld. Dat is lastig, want er zijn al producten op de markt die dit beloven. Als je googelt op probiotica, krijg je ongelooflijk heel veel verschillende producten. En het is natuurlijk heel moeilijk om te zien hoe die in dit plaatje zouden passen. Nou, hoe komt dat nou? Nou, dat is niet zo moeilijk te begrijpen als je weet, dat de rol van bacteriën, melkzuurbacteriën in gezondheid en ziekte, dat die al heel erg oud is. Hè? Dus de toverdrank van Asterix en Obelix was magetak, en die gesneden moet worden met een gouden snoeimes. En Nanne Bloksma uit Utrecht heeft aangetoond dat die magetak een melkzuurbacterie bevat. Dus een melkzuurbacterie zoals we die ook hebben om yoghurt mee te maken, die dat effect gaf. Dus die, als je hem geeft, je immuunsysteem sterker maakt. Dus in feite een bona fide toverdrank, want als je immuunsysteem sterker wordt, ben je bijvoorbeeld beter beschermd tegen griep. Dus die oude volkswijsheid van marentak eten of drinken en sterker worden, dat blijkt ook wetenschappelijk inderdaad waar te zijn. En die, in de historie, als we terug gaan kijken, is het ook al meer dan 10.000 jaar bekend dat mensen melk aanzuren richting yoghurt en richting karnemelk en richting kefir, om met die melk gezondheidseffecten te bewerkstelligen. Niet alleen kefir en yoghurt spelen daarbij een rol, maar ook bijvoorbeeld emmentaler kaas, die net zoveel propionbacteriën heeft als een yakultje of een activia of een actimelletje. Dus een emmentaler kaas staat ook helemaal bol van de gezonde bacteriën. Sommige soorten ham, als die goed gemaakt is, salami,
augurkjes, brood, echt hooggegist bier. Het is echt bier wat gemaakt is op de klassieke manier. Dat bevat allemaal heel veel van deze bacteriën. Zoveel dat als je daarnaar gaat kijken, dat je in sommige producten kun je makkelijk 1 miljard levende bacteriën vinden met een gunstig effect in 1 gram of 1 milliliter voeding, oplopend tot wel 100 miljard per gram of milliliter. In andere producten kan het ook weer heel laag zijn. En dit is 100, dus in sommige vormen van zuurkool en bier is het ook, of yoghurt, is het ook heel weinig. Dit zijn er maar 10 per milliliter. Dus als u de Albert Heijn yoghurt koopt, standaard, zeg maar, quote en quote goedkope yoghurt, is dat heel anders dan de yoghurt die op de boerderij gemaakt wordt met echte bacteriën. Daar kan dus wel een miljard keer meer, of 10 miljard keer meer, goede bacteriën in zitten. We hebben geprobeerd om dat soort probiotische producten, om die ook in een lijstje te zetten, zowel in het artikel in Quintess als in het boek wat we geschreven hebben, hebben we geprobeerd om daar wat meer handvat te geven voor consumenten, zodat ze iets beter kunnen zien wat je daarmee zou kunnen bewerkstelligen. Is dat nieuw? Nee, dat is helemaal niet nieuw. In 1912, meer dan 100 jaar geleden, publiceerde de Nobelprijswinnaar, die had in 1908 de Nobelprijs gewonnen, Elie Metchnikoff, publiceerde in 1912 dat je door oudere mensen, u ziet hier oudere mensen, yoghurt te geven, dat u ze 100 jaar kon laten worden. Hij zegt de manufacture de centenaire, en dat betekent zoveel in het Frans als de fabriek der 100-jarigen. En Metchnikoff voorspelde 100 jaar geleden al heel oud kon worden door levende melkzuurbacteriën naar binnen te halen. Metchnikoff zelf heeft daar verder niks mee gedaan, maar een kinderarts uit Barcelona, meneer Krasau, die heeft daar op recept een product van gemaakt, genoemd naar zijn zoon Daniel. En, in het Catalaans is Daniel, als kleinkind is Danon. En Danon is dus een product, Danone is een product wat dus origineel begonnen is als een product op recept om kinderen met rotavirus diarree beter te maken. Dus de rotavirus diarree epidemie van rond de Eerste Wereldoorlog, zowel in Bagna als in Kyoto in Japan, is met name onder controle gekomen door dezelfde bacterie, de Lactobacillus casei, die in zowel Kyoto in Japan als in Barcelona op recept verkrijgbaar was om de kinderen met rotavirus diarree beter te maken. Nou, dat wil zeggen dat de producten die we nu kennen als Yakult en Actimel al bijna 100 jaar oud zijn en dat die dus ook weer niks nieuws met zich meebrengen in het licht van die grote hoeveelheid goede bacteriën, zoals we die biologische emmentaler zien, maar ook in sommige poeders en capsules die we kunnen googlen. Kom ik zo op terug, want daar zijn altijd heel veel vragen over. Nou, wat wil dat dan wetenschappelijk zeggen? Nou, wetenschappelijk wil dat zeggen dat, en ik kan dit niet uitleggen, maar ik wil even laten zien, wetenschappelijk wil dit zeggen, dat er nu bekend is dat je bijna 5 miljard of meer bacteriën per dag moet nemen. Het is een hele nieuwe studie uit 2019, om zeg maar dit effect te krijgen. Dus dat wil zeggen dat producten waar relatief weinig levende bacteriën in zitten, dus producten die u op het internet kunt vinden waar minder dan 5 miljard per dag dosis in zit, die zouden theoretisch maar heel weinig effect moeten hebben. En in al de studies die we hebben gezien voor PDS, voor prikkelbare darmsyndroom, blijkt ook dat er heel veel studies gedaan zijn met te weinig bacteriën. Bijvoorbeeld maar een 0,5 miljard of 1 miljard. En daardoor zijn er maar heel weinig studies waarin je kan laten zien dat er inderdaad een directe rol is van levende bacteriën uit poeders, capsules of yoghurtdrankjes,
of melkdrankjes, die PDS-patiënten helpen. Als je ze wel vindt, en dat heet dan een systematisch onderzoek, waarbij iedereen gaat kijken van, nou, wat is nou echt, zeg maar, de stand van de wetenschap per, in dit geval 2019, dit is de laatste systematische studie die ik heb kunnen vinden, dan ziet u hier dat het gaat om Lactobacillus acidophilus, had ik het net over. Dat is dan bijvoorbeeld Lactobacillus acidophilus, zoals we die in producten van bijvoorbeeld Ortica zien, of van Winkelhof, of dat type product of andere capsules. De Streptococcus thermophilus, dit is ook het werkpaard van de yoghurt. Naast de Lactobacillus bulgaricus is de Streptococcus thermophilus degene die in je veel yoghurt gevonden kan worden, omdat die dus de yoghurt inderdaad zuur maakt. En we hadden het eerder al gehad over bifidobacteriën. In dit geval zijn het dan de bifidobacteriën breven en de bifidobacteriën lonken. Dus mocht u willen zoeken naar producten waarvan de wetenschap zegt deze producten zouden kunnen werken, dan zouden er één of twee van deze bacteriën in die producten moeten zitten. En dat is prima te vinden op de bijsluiters, zeker de website van die producten. Dat multispecies is, dus dat producten met meerdere bacteriën dan beter werken, dat lijkt me ook duidelijk. En in deze studie komen we ook die Lactobacillus KCI, die bijvoorbeeld in die Yakult en die Actimel zit, weer tegen. En de Plantarum en de Bifidobacterium animalis en Breve komt hier ook weer in terug. Dit is weer belangrijk, omdat we dus theoretisch laten zien dat die mengsels theoretisch tussen de 6, 7 of 8 stammen zouden moeten bevatten, om goed als een vervanger voor zo'n poeptransplantatie te kunnen dienen. Dus mocht u gaan zoeken, is het altijd ook fijn om dat te kunnen zien. Nou, om het voor de fijnproevers even echt uit te leggen, ga ik even de diepte in. Dus degene van u die zegt, ja, dat hoef ik niet te weten, die hebben 60 seconden vrij om een kopje thee te pakken. En om dit te begrijpen moet ik u even uitleggen hoe dat wij kijken naar wetenschappelijke studies. Kijk, in wetenschappelijke studies heb je dat de geldigheid van de studie toeneemt met het aantal patiënten wat je hebt geïncludeerd. Dus als je dierstudies doet, dan hebben dierenstudies heel weinig validiteit, heel weinig geldigheid voor de mens. En als je één patiënt bekijkt, dus een observatiestudie met een case report, een patiënt of een paar patiënten, dan heeft dat ook weinig geldigheid. Maar als je een heel groot cohort patiënten gebruikt, krijg je iets meer geldigheid. En als je die patiënten dan ook nog dubbelblind en eerlijk verdeeld over de twee groepen bekijkt, de placebo en de verumgroep, krijg je heel veel geldigheid. En als je dan deze studies, waarin je alles dubbelblind, gerandomiseerd met een placebo hebt gedaan, combineert, dan krijg je de zogenaamde meta-analyses. En daaruit is heel veel geldigheid en er kan de onderzoeker nog maar heel weinig invloed uitoefenen op het resultaat. Dat zetten we uit in wat we noemen een forest plot. Opnieuw, u ga gerust even een kopje thee pakken. Dit duurt nog maar 45 seconden. De forest plot heeft een lijn die u de een lijn boven naar beneden. En ook als u de eerste studies gaat googlen in de wetenschap, zult u die forest plot vaak zien. En die lijn van boven naar beneden is de line of no effect. Dat wil zeggen, als iets op de lijn zit, heeft het geen effect. Als het links zit, heeft het less effect. Dus als we naar de ziekte kijken, heeft u minder ziekte, minder PDS left. Zo left, less PDS, left. Left PDS en right more PDS. Huh? Dat is hoe het werkt. Dus line of no effect. Left less PDS. Right more PDS. En als we dan opnieuw gaan kijken naar die complexe plaatjes. Die ik u al eerder liet zien hier. Dan ziet u dat als we honderden studies met elkaar vergelijken, dat de meeste studies links uitkomen. Bijna allemaal komen ze links uit. Dit is een studie uit 2018 waarin die vergelijking gemaakt werd. En dit is een studie uit 2019 waarin die vergelijking gemaakt wordt. En u ziet dus heel duidelijk
dat als we kijken naar probiotica en bijvoorbeeld angst in dit geval, probiotica en angst, dat bijna alles aan de linkerkant van deze lijn of no effect zit. In probiotica en depressie, dat het zelfs hele grote getallen zijn. Dus min 1 is 10 keer zo bij depressie met probiotica in PDS, depression en anxiety, dus depressie en angst, als in de placebo groep van de gewone yoghurt. En deze data laten dus ook duidelijk zien dat het breed aangenomen wordt uit die meta-analyses dat probiotica werken. Werken ze dan ook bij iedereen en werken ze dan ook altijd? Nee. En dat is het vervelende. Er is dus duidelijk een relatie tussen die cognitieve functies, hè, dus de herinneringsfuncties en stress. Stress, depressie, maatschappelijk gedrag en angst op de persoon. En dat wil dus ook zeggen dat niet iedereen baat heeft bij probiotica. Waarbij we in Nederland zien dat er toename van angstige of depressieve klachten, niet alleen onder PDS-patiënten, maar dat die voorkomen vanaf 20 jaar en ouder bij bijna 40% van de bevolking op een jaarlijkse basis, is het nauwelijks bekend dat die angst vaak in je darm zit. En dat vaak het samenspel van je darm en je brein, het samenspel van je darm en je brein via je afferente en efferente zenuwbanen en de dysbiose in je darm, dat de aanleiding is tot angst. En die angststoornissen die zijn dus direct gerelateerd aan je darmsamenstelling, wat dus blijkt uit die meta-analyses waarbij je kan zien dat als je probiotica geeft, dat het opschuift vanaf die lijn van geen effect, namelijk naar links. En dat is dus minder klachten en minder problemen. Er zijn producten die ook in Nederland verkrijgbaar zijn. Dit is een product, een ecologic product. Ik maak geen reclame verder, maar dit is terug te vinden. Dit is een ecologic product dat via Ortica en via Windkloof gekocht kan worden, waarin dit aangetoond is. Dat in gezonde studenten, dat is wel belangrijk, die minder gevoelig waren voor negatieve gedachten, typisch voor depressie, door elke dag een beetje van deze mengsels van bacteriën, 10 bacteriën te nemen. Dus dat is heel bemoedigend, omdat dan daarmee de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeterd kan worden. Dus het gaat dan niet alleen om verminderen van diarree en obstipatie, dus zeg maar een betere stoelgang als ik het even plat zeg, maar het gaat dan ook over minder buikpijn, minder flatulentie, minder opgeblazen gevoel en zeker ook de preventie van allergische uitingen en ook wat we zeiden, de positieve en negatieve gedachten, dus angst en depressieve gedachten. Geldt dit voor iedereen? Ik ga het nog een keer zeggen, dus de tweede keer. Nee, niet iedereen zal met dit soort producten een effect zien. Grosso modo moet je rekenen dat slechts in ongeveer de helft van de gebruikers deze producten werken. Dat komt door onze genetische achtergrond. We hebben allemaal een andere genetische achtergrond. En deze producten werken voor de grootste groep van in dit geval Nederlanders, maar zeker niet voor iedereen. En 50% is echt het maximaal. Dus met een beetje pech werken bij u niet, hoort u tot de 1 op de 2 mensen waar het niet werkt. En dat is dan ook heel vervelend. En daarom wordt er ook gewerkt aan meer producten, zodat er een bredere dekking is onder patiënten. En de vraag die we altijd krijgen op dit punt in het seminar is, hoe herken je dan een goed probioticum? Hè? Dus hoe weet ik nou dat het voor mij werkt? Nou, het korte antwoord daarop is, je kunt in ieder geval eens gaan kijken naar hoeveel er in een dagdosis zit. En wat ik u zeg, door de studies die ik u straks liet zien uit 2018 en 2019, weten we nu eigenlijk zeker dat als u minder dan 5 minder dan 1 miljard bacteriën binnenkrijgt. Ik zou zelfs durven zeggen nog iets meer. Maar goed, minder dan 1 miljard bacteriën binnenkrijgt, dan heeft dat niet zo heel veel
Dus alle producten waarop de website of op de verpakking al staat dat er minder dan 1 miljard kiemen levende bacteriën, colony forming units, CFU's, in zitten, zou ik zeggen, laat die alsjeblieft links liggen. Verder kunt u zelf googlen, en zeker ook googlen op dit soort forest plots, kunt u zelf kijken naar uw klachten en kunt u gaan kijken, nou, wat zou er voor mij werken? Hè? U kunt gewoon uw klachten googlen en kunt kijken welke producten zitten daar achter die forest plots, want die kunt u nu makkelijker zelf lezen. Voor iedereen is het anders. Dus het product wat werkt voor uw collega of vriendin of medepatiënt in PDS, hoeft voor u niet te werken. Sterker nog, als we 2 verschillende patiënten pakken, is de kans dat het voor de een werkt en dat het dan voor de ander niet werkt, is vrij groot. Want het werkt maar in minder dan de helft van de patiënten. Dus daardoor is het heel verwarrend dat mensen zeggen, ja, dit werkt voor mij fantastisch, dat moet je proberen. En dat als u het dan probeert, het niet werkt, dat is heel verwarrend. Maar dat klopt wel, omdat u niet dezelfde genetische achtergrond hebt. Dus u bent als gastheer niet hetzelfde als uw familielid of als uw patiënten lotgenoten, ook niet als uw familielid, hè, want u heeft allemaal de helft van de DNA van uw vader en de helft van uw moeder, dus zelfs het verschil tussen broer en zus kan al zijn, wel effect, geen effect. Het type probioticum en de dosis kan een verschil zijn, en natuurlijk de omgevingsfactoren, waaronder medicijngebruik en waaronder ook, heel belangrijk, uw voeding. En dan komen we dus weer terug op die voeding. En tot slot, niet tot slot van het verhaal, maar tot slot van de effecten, is er een zwaar placebo-effect. Het ligt heel erg aan hoe u de probiotica gebruikt. Als er een hele sterke aanbeveling is van het probioticum door een arts, dan weten we dat er bij PDS 40% placebo-effect op kan treden. Dus als een arts heel zwaar een probioticum aanbeveelt, zal het bij 4 van de 10 werken, ook als er geen probioticum in zit. Dus puur placebo-effect. Daar moet u rekening mee houden en dat is flauw. En ik bedoel dat echt niet flauw. Ik bedoel het om u te helpen. Maar flauw gezegd, als u er zelf in gelooft, heeft u al een 40% kans dat het ook werkt. En dat is opnieuw, dat zijn wetenschappelijke data, is niet flauw bedoeld. Het kan u helpen door erin te geloven. Wanneer merk je dan het effect? Nou, dat is een debat onder wetenschappers. Ik zeg, in principe als je een klachtenboekje bijhoudt en dan met probiotica gaat beginnen, of met die gezonde groenten gaat beginnen, vergeet dat niet. Hè? Dus probiotica en die gezonde groenten en minder suiker, dan zou u eigenlijk na 2 weken al verschil moeten voelen. Om het zeker te weten, is het advies om dat toch 2 maanden vol te houden. Doet het dan niks op uw aanvankelijke klachten, dan is dat probioticum of dat dieet met meer van die groenten en minder suiker, is voor u dus kennelijk niet geschikt. Mijn excuus, maar daar kunnen we allemaal niks aan doen. Want ik zeg al, het werkt in ongeveer de helft van de patiënten werkt wel, en de anderen hebben een ander product nodig. Dus switch dan gerust van product. Of gebruik 2 producten tegelijkertijd, maar ga verder experimenteren. Hou vooral wel een klachtenboekje bij, zodat je ook achteraf goed kunt zien wat er aan de hand is. En dat staat hier niet in, waarvoor excuus? Nee, dat staat er niet in. Zorg dat er een wash-out periode is. De halfwaardetijd van een probioticum is 7 dagen. En in principe zeggen we altijd, na 7 halfwaardetijden is die helemaal weg. Dus zorg dat er 1 maand tussen de ene probioticum en de andere zit. En dat u ook zeker weet dat u niet dingen door elkaar aan het meten bent. Dus wacht eigenlijk het liefst dus 7 weken. 7 keer 7. Maar in ieder geval 1 maand. Zodat het probioticum wat u geprobeerd heeft ook bijna volledig uit uw poep verdwenen is. Hè? Een halfwaardetijd van 7 dagen wil zeggen, na 1 week is er nog maar de helft. Na 2 weken is er nog maar 25%, na 3 weken nog maar 12% en na 4 weken nog maar 6% van die bacteriën in de darm aanwezig, et cetera, et cetera. Zijn probiotica veilig? We hebben vorig jaar een hele uitgebreide wetenschappelijke studie gepubliceerd.
En daarin hebben we laten zien in meer dan 2500, 2500 klinische proefnemingen die we gereviewd hebben, dus niet die we zelf gedaan hebben, maar die we uit de literatuur, de wetenschappelijke literatuur gehad hebben, dat probiotica veilig zijn mits ze door de mond genomen worden, als capsule, als poeder, als drankje of als yoghurt, dan zijn ze altijd veilig. Altijd. Maar het gaat nog één stapje verder. In gevallen waarin probiotica genomen worden om klachten te bestrijden, zijn de bijeffecten, de adverse effects, de ongewenste bijeffecten, die zijn tot 20% minder dan in de placebo-groep. Hè? Dus wat je kan zeggen is, probiotica zijn veilig, maar ze reduceren ook ziektegerelateerde complicaties. Nou, daar zou u ook naar kunnen kijken, zeker als u een goed klachtenboekje bijhoudt, dan zijn er een paar klachten die verdwijnen. Bijvoorbeeld als uw kwaliteit van leven voor uw gevoel omhoog gaat, maar u bent nog steeds evenveel last van prikkelbare darmsyndroom, dan heb dus fysiek aan uw darm nog steeds evenveel last, maar uw kwaliteit van leven voelt beter, voelt zich robuuster, dan telt dat mee als een verbetering van de adverse events. Dus focus u niet alleen op de aspecten van PBS waar u in uw darm last van heeft, maar let u ook vooral op uw angstgevoelens en op eventuele zwarte gedachten, CQ depressiegedachten, en neem dat vooral ook mee in uw klachtenboekje, wat uw kwaliteit van leven is. Dat zou in theorie ook mee kunnen verbeteren. Nou, waarom zou u dan probiotica proberen? Nou ja, de grote vraag is waarom niet, want ze zijn veilig. Ze hebben in ieder geval zelf geen bijwerkingen, maar maken de bijwerkingen uw ziekte in ieder geval minder. Dus er is breed gezien voor meer dan de helft van de patiënten een betere kwaliteit van leven. En het is best wel snel duidelijk of het wel of niet werkt. Dus dat wil ook zeggen, als u het geprobeerd heeft en het doet voor u niks, nou, guess what, dan doet het ook niks voor u. Dan kunt u dat ook meteen stoppen. Natuurlijk is het wel fijn om af en toe dan wat verschillende dingen te proberen. En wat mij betreft, moet u dat dan ook in een totaal plaatje zien. Dat totale plaatje is voor PDS-patiënten natuurlijk super lastig, want u heeft al heel veel last van sommige groentes, en zeker ook van een aantal van de groentes die wij dus nu noemen, als hulpgroentes om uw darm weer op orde te krijgen. Dus mijn advies is, experimenteer vooral met asperge en artisjok uit blik en achter glas, prima en goed te krijgen voor weinig geld bij de Lidl, bij de Aldi, bij het Albert Heijn huismerk, prima te krijgen. Je kunt de goedkoopste asperges en artisjokken kopen, want die galacto- en fructo-oligosaccharides, die blijven behouden bij koken, bij vriezen, bij bakken, bij braden. Dus dat maakt allemaal niks uit. Met name asperges en artisjok hebben heel weinig bijeffecten op de darm, zoals flatulentie en kramp. Maar zeker ook de moeite om met witlof, schorseneer, ei en knoflook te proberen. Nou, belangrijk, groente en fruit weten we al, basis van de dagelijkse voeding. Niet meer dan die 2 stuks fruit per dag, dus geen 5 fruitsmoothies op een dag. Ook niet 2 appels en jus d'orange. 2 stuks fruit, that's it. Als u meer doet, krijgt u daarom te veel simpele suikers binnen. En die simpele suikers die werken recht in tegen die goede bacteriën. Want die simpele suikers uit fruit die stimuleren je opportunisten. Waardoor het effect van die witlof en die artisjok en die ui minder wordt. Dus 2 stuks fruit en wel op, ja. Ja, sorry dat ik je onderbreek, want we hebben nog een kwartier. En er zijn best veel vragen. Ik weet niet hoeveel dia's jij nog hebt. Kan ik je vertellen? Die je nog wilt doornemen? Kan ik je vertellen? Dit is mijn laatste dia. Kijk. Heel mooi. Nou, dan laat ik je deze dia nog even afmaken. En dan kunnen we daarna naar de vragen toe. Dat was mijn bedoeling. Perfect. Ja, goed.
Ik ga de rest ook nauwelijks uitleggen, want de rest kunt u teruglezen. Dus de rest kunt u makkelijk teruglezen. De oogzout, de noot, de vette vis heeft allerlei andere invloed op uw afweersysteem. Wat voor mij belangrijk is, is de fruit. En met name, en dat is heel belangrijk, beperk je suikerinname waar je maar kunt. Hè? Dus drink water, koffie en thee. Ja, zonder suiker natuurlijk, koffie en thee. In plaats van fris of fruitdrank. En let op je suikerinname. En compenseer die suikerinname dan met groenten. Dat werkt dus heel erg. Wees zuinig met zetmeel. Dus denk even ook aan bloemkoolrijst en andere dingen. Daar wilde ik het voor vandaag bij laten. Wilt u het nog eens teruglezen? Ik heb u het Quintess-artikel al laten zien van ons. Dat kunt u. Ik zal zorgen dat dat via de organisatoren van vandaag beschikbaar komt. Daar staat het in het Nederlands allemaal uitgelegd. Maar u kunt ook een gratis PDF downloaden bij Biowetenschap en Maatschappij in het Nederlands over ons microbiome. Heel erg leuk om te lezen. En die PDF is gratis. De boekjes zijn er niet meer. De hardcopies zijn niet meer te krijgen, maar de PDF wel. Daar wil ik het verder even voor vandaag bij laten. En dan neem ik heel graag de vragen aan. Ja, nou, er zijn een heleboel vragen gesteld. We kunnen ze denk ik niet allemaal beantwoorden, maar we gaan ons best doen. Heel veel mensen die stellen de vraag, bij PDS doen veel mensen aan het FODMAP-dieet. En juist een aantal van die groenten die je noemt, die moet je juist niet nemen bij het FODMAP-dieet. Hoe is dat nou te combineren? Ja, nou, dat vind ik zelf ook een heel belangrijk en lastig punt. In feite denk ik dat je terug moet naar de algemene voedingspunten die ik al eerder noemde. En dat wil dus zeggen dat wat mij betreft het wel belangrijk is dat je het combineert. Deze studie uit 2017 heeft het daar ook over. In feite is de suggestie dat je FODMAP iets flexibeler invult, tenzij het direct effect heeft op je klachten. En dat je dus gaat kijken welke van het groentelijstje wat wij aanbevelen, bij jou als persoon in het FODMAP-dieet past. En daar wil ik even benadrukken, dat is dus even terug naar dit lijstje, wil ik even benadrukken, dat dus het vaak misgaat in de combinatie met gewone simpele suiker. Dus in feite wat wij denken is dat je ook in een FODMAP-dieet wel één of twee van deze groenten weer terug kunt brengen. Met name die artisjok en asperge. Maar als je te veel suiker gebruikt, dan gaat dat zeker niet werken. Dus voor diegenen die niet van de simpele suiker af kunnen blijven, en dat geldt ook natuurlijk. Dat je iedereen mag gewoon 50 tot 70 gram toegevoegde suiker per dag hebben. Dus je hoeft daar helemaal niet moeilijk over te doen. Maar dat is het wel zo'n beetje. Dus dat als je twee stuks fruit neemt, ben je bijna door je simpele suikers voor de dag heen. Dat is wat we daarmee bedoelen. En als je daarvan bewust bent en je probeert dan met een laag suikerdieet toch één of twee van deze groentes te incorporeren, zou dat bij de meeste mensen moeten lukken. Maar wij zijn ons bewust van de moeilijke combinatie die ervan uitgaat, maar het is niet anders. En u moet niet vergeten dat we sinds de industriële revolutie, dat we van 4 kilo suiker per jaar per persoon, naar vandaag bijna 40 kilo suiker per jaar per persoon zijn gegaan. Dus er kan heel wat suiker uit je dieet zonder dat je daar schade van hebt. Goeie vraag, moeilijk antwoord. Dankjewel. Ja, ik hoop dat de mensen daar wat mee kunnen. Er wordt ook gevraagd, kun je onderzoek doen naar de samenstelling van je microbiome? Omdat veel artsen nu zeggen van, ja, dat kan eigenlijk niet. Wat is uw mening daarover? Ja, dat is een super goede vraag. Ik weet niet wie die vraag stelt, maar ik vind het echt een hele goede vraag. Ik denk, op dit moment, als ik moet luisteren naar de mensen die er verstand van hebben, dat is Willem de Vos in Nederland en Robert-Jan Brummer in Zweden, dan denk ik dat het net nog te vroeg is om uit je poepanalyse een goed advies te krijgen. Maar, we weten
dat er mensen zijn die een boekprofiel op hebben gevraagd en op het advies hun inname aangepast hebben en dat het werkt. Dus ik denk, als je voor onder de 100 euro, en je kunt dat betalen, want dat is een hoop geld, als je voor onder de 100 euro een boekprofiel kunt laten maken en een advies kunt krijgen, dat het de moeite is om te proberen. Mijn advies is simpel. Begin nou eerst even met minder suiker en specifiek een van deze groenten iets vaker te nemen. En dan praten we over 2-3 keer in de week, maar minder suiker en deze groenten. En probeer dan ook af en toe eens even wat van die probiotica langs de lijnen die ik net geschetst heb, voordat je een boekprofiel laat maken. Dat zou ik eigenlijk pas in derde instantie doen. Dus eerst minder suiker, meer van deze groenten, wat probiotica links of rechts proberen. En als dat allemaal niet voor jou werkt, dan zou ik inderdaad een boekprofiel laten opmaken. Dus dat zou mijn advies zijn. Heel duidelijk, ja. Over die, om even bij poep te blijven, u had het over die poeptransplantaties en dan die synthetische poep. Daar bleek dus uit een aantal dat er 8, 9 of 10 stammen in zaten die effect hadden. Als ik het ook goed heb begrepen en iemand vraagt van, goh, waarom kun je dan geen probiotica maken met juist die stammen erin? Dan hoef je geen poeptransplantatie meer. Ja, nou, dat is de bedoeling. Dus ik weet niet wie dat gezegd heeft, maar die is spot on. Fantastisch, dankjewel ook daarvoor. Dat is precies de bedoeling. En de huidige combinaties, dus het product dat bijvoorbeeld in deze studie gebruikt wordt van Ecologic en van Partica, dat product, dat is er al. Daar zitten 10 stammen in, dus dat is er al. Maar mijn waarschuwing daarbij is geweest, het werkt nog niet voor iedereen. Het werkt ongeveer in de helft van de gebruikers. Dus wat ik bedoelde te zeggen was, er zijn dit soort producten, dit soort synthetische producten, synthetische poep op basis van 10 stammen probiotica, maar ze werken nog niet bij iedereen. Dus wat er nu geprobeerd wordt in de komende 5 tot 6, 7 jaar, is om die producten zeg maar ook zo te maken dat ze voor degene waarin ze nu niet werken, ook gaan werken. En daar wordt heel hard aan gewerkt. Maar ja, ze zijn er dus zeker wel. Ja, ja, oké, heel goed. Even kijken, nog iemand die vraagt van als iemand een poeptransplantatie krijgt en ongezond blijft eten, dan zal binnen een aantal microbiom toch weer een transplantaat zijn. Absoluut, briljant. Ik weet niet wie dat gezegd heeft, maar briljant. Applaus, ik hou van u. Nee, natuurlijk, natuurlijk. Dus dat is ook even belangrijk. Dat heeft u al een paar keer gezegd nu, hè? Dus die groenten niet te veel suikers. Ja, 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 ja. We blijven nog even bij de poeptransplantaties. U vertelde dat de kwaliteit van leven bij een heleboel mensen was verbeterd, terwijl de effecten van de poeptransplantaties niet echt duidelijk waren, of bij PDS dat het niet echt hielp. Hoe verklaart u dat? Ja, dat is... Oké. De effecten van PDS worden bijvoorbeeld gemeten door een barostaat. Dus dat wil zeggen dat er een ballonnetje in de darm ingebracht wordt, wat langzaam opgepompt wordt. En dan op het moment dat de patiënt zegt, oh, dat vind ik niet prettig, dan wordt die waarde, die drukwaarde van die barostaat wordt geregistreerd. Dus wat geprobeerd is in die studies, is na die poeptransplantaties, om met een manier die de patiënt zelf niet kan beïnvloeden, dat ballonnetje in zijn darm, te kijken of het effect er was of niet. En dat bleek er niet te zijn. Dus het bleek dat je wetenschappelijk niet kon aantonen dat de poeptransplantatie de patiënt geholpen had. Maar als je aan de patiënt dan vroeg om vooraf en achteraf een quality of life, een kwaliteit van leven formulier in te vullen, kwam er steeds uit dat ze met de poeptransplantatie vonden dat hun kwaliteit van leven in de maanden daarna beter was dan daarvoor. Dus dat is het grote verschil tussen iets meten en iets voelen. En daarom heb ik ook vandaag geprobeerd om te zeggen, pas op, er is een groot gevoelsaspect in het behandelen van PDS. Dat noemen we met een vervelend woord het placebo-effect, maar voor u als patiënt maakt dat niet uit. Als u zich beter voelt, maakt de reden niet uit. Dus dat is heel verwarrend.
als wetenschappers kunnen we nou eenmaal niet alles meten. We kunnen ook geen gelukgevoel meten. Ik zou willen dat het kon, maar dat kunnen we niet. Dat moet u zelf bepalen. En ik denk dat als we een methode hadden om eerlijk het gelukgevoel bij mensen te meten, dat we dat inderdaad ook zouden zien, dat dat significant beter wordt na een boektransplantatie. Maar ja, we hebben die methodes niet. Dus dat was wat ik bedoelde. Dat je wetenschappelijk soms iets niet kan meten, wat wel bestaat. Het is wel een positief effect, maar wij kunnen het niet meten. Duidelijk, ja. Sommige mensen vragen ook, hoe lang kun je probiotica aaneengesloten gebruiken? Moet je stoppen? Kan je het langdurig gebruiken als het goed voor je werkt? Ja, goede vraag. Ik gebruik het zelf al zeker 20 jaar. Zeker, ik denk langer. Dat hebben we niet allemaal bijgehouden, maar zeker 20 jaar. Ik gebruik het door elkaar heen, dat vind ik ook een goede vraag. Hè. Dus ik gebruik af en toe een capsule, dan een poedertje. Dan gebruik ik Yakultje, groene Yakult, vind ik zelf ook gewoon heel prettig. Dan een Actimelletje, dan een Activia, omdat ik ze lekker vind. Ik gebruik het allemaal door elkaar heen. En ik kijk ook heel erg naar mezelf, van wanneer voel ik me beter. En ik merk dat als ik ze niet gebruik, bijvoorbeeld als ik op vakantie ben, dat ik me minder robuust voel. Nou, dat kan een placebo-effect zijn. Ik ben de eerste om het toe te geven. Maar ik gebruik het dus al heel erg lang. En ik voel me er sterker door. Mijn boekkwaliteit blijft hetzelfde. Dus dat, ik zei al, ik heb een hele, type 6. En bij mij werken die probiotica niet op mijn boekkwaliteit. Dus dat is ook wel weer interessant. Dat niet op alles hoeft te werken. Maar je kan het heel lang gebruiken. En je ziet zelf wat er aan de hand is. Mocht je wel kramp krijgen van een probioticum extra. Of mocht je wel diarree extra krijgen van een probioticum. Dan is het goede nieuws wat ik zeg. Dat in 7,5 waardetijden. Dus in 7 weken is die voor 100% uit je lichaam verdwenen. En wat ik zeg. In 4 weken is die voor 94% uit je lichaam verdwenen. Dus je kunt het ook straffeloos proberen. Want als je stopt is die zo ook weer uit je systeem. Dat is ook goed nieuws, vind ik zelf. Oké, we moeten zo gaan afsluiten. Ik krijg echt ontzettend veel vragen binnen. Dus ik vind het heel jammer dat ik ze niet allemaal kunnen beantwoorden. Ik wijs mensen ook nog even op onze site pdsb.nl. Daar vind je ook heel veel informatie over PDS, hoe je het kunt aanpakken, hoe je het kunt behandelen. En daar wil ik het bij laten eigenlijk. Ik wil u ontzettend bedanken, ja, Dr. Klaassen, voor uw interessante lezing. Het was echt heel interessant. Ik heb zelf ook weer heel veel nieuwe dingen geleerd. En voor iedereen die de presentatie nog eens wil terugkijken, dat kan na vandaag via pdsinfodag.nl. Je kunt het hele filmpje terugkijken. Ik zal zo meteen ook nog even in de chat de link zetten van het boekje over het microbioom wat u noemde. Of misschien kunt u dat even doen, want de presentatie is uit beeld, dus ik heb de link ook niet meer. De PDF naar het microbioom. En ik zal nog even de link zetten naar waar je het boek van Dr. Klaassen kunt aanschaffen via bol.com. We willen jullie ook vragen, als je deze lezing nou interessant vond. Wij hebben als PDSB, we zijn een stichting die dus toelichting geeft aan mensen met PDS. Vond je het nou hartstikke leuk en interessant? Doe dan een donatie. Dat kan ook op pdsinfodag.nl. Want dankzij jullie donaties kunnen wij dus dit soort dagen organiseren. En dan gaan we nu even pauze houden. Kijk even rond op de site. Er staan nog heel veel interessante filmpjes. En ik zie jullie om 3:15 weer terug met de volgende lezing.